Voor de 40ste keer was Eindhoven dit weekend het podium voor het grootste grasvolleybaltoernooi van Europa, HYRA, op het terrein van de TU. De teams komen van over heel de wereld naar Eindhoven. Amerika en Brazilië, maar ook dichter bij huis zoals België, Engeland en Duitsland. Je kan spelen op alle niveaus, dus bijvoorbeeld ook op eredivisieniveau. Maar je merkt wel dat bij dit toernooi echt plezier centraal staat. Volleybalseizoen is net afgesloten, dus veel echte volleybalteams komen vooral wel om plezier om het seizoen af te sluiten. En daar staat ons toernooi ook wel bekend om, dat het vooral samen gaat met heel veel plezier. Maar daarnaast worden ook wel serieuze wedstrijden gespeeld op die hogere niveaus inderdaad. Dit jaar doet er een recordaantal van 510 teams mee aan het toernooi. Sommigen komen er al jaren als een soort traditionele seizoensafsluiting. We've been coming as a club now for about 20 odd years, so we keep coming back because the atmosphere is so good. It's everybody's friendly, it's good fun. Volleyball is good, but the atmosphere is really positive. Maar natuurlijk komen er ook veel Nederlandse teams op het gezelligheidstoernooi af. Nou, ik denk toch gewoon de gezelligheid, omdat je de afsluiting van het seizoen, je hebt een jaar lang met z'n allen toch flink er tegenaan gegaan. En nou een beetje als ontspanning toch een afsluittoernooi, om zo maar te zeggen. Ja. Het is gewoon heel speels en een beetje amateurniveau, maar dat is gewoon mooi. Je kunt gewoon alles doen hier. En verder is het gewoon een beetje feesten. Ja, gemoedelijk, gezellig. Daar zijn heel veel vrij vriendschappelijke potjes bezig. Dus tussen de partijtjes door doen we ook gewoon zelf samen een balletje slaan. Ook al hoef je niet te spelen, het is gewoon altijd gezellig. Na deze Lustrum-editie staat er ook volgend jaar weer gewoon een traditioneel HYRA buitentoernooi gepland.